Een hele goedemorgen. En leuk dat jullie er weer zijn. Want wij zijn in Yangshao. En dit is dus ons hostel met een heerlijk dakterras. Met een schitterend uitzicht. Ja, dat is lang niet gek, hè? We kunnen hier nu boven lekker ontbijten. Althans, als er nog iemand gaat komen. Ja, dat vraag ik me ook wel. Niks gezien, hè? En wat gaan we hier allemaal doen in Yangshao? Vandaag gaan we gaan fietsen. Je kunt hier heel mooi fietsen door de rijstvelden. En dat lijkt ons wel heel gaaf. En je hebt hier een rivier waar je op kunt varen. Dat willen we ook doen, maar ik denk niet vandaag. Je kunt hier de zonsopgang bekijken, alleen het is steeds een beetje, ja, dat zie je nu ook, een soort van bewolkt. Dus nou, daar moeten we nog even over nadenken of dat dan mooi wordt. En verder gaan we misschien ook nog een soort kookworkshop doen, maar dat weten we ook nog niet zeker. Nou, in ieder geval allerlei plannen, maar we hebben nog niet echt een hele planning. Vandaag dus wel fietsen. We hebben mooie mountainbikes gefixt. We zijn al een klein stukje onderweg. We hebben nu even pauze. Want Joost is even wat foto's aan het maken van de vele scootertjes die voorbij komen. Allemaal met zo'n gek dakje erop. We hebben zo'n dakje voor de zon. En we hebben nu 2,5 kilometer gefietst. Kijk, kom. Nou, wel iets meer, maar want jij had hem gewoon laat aangezet. Ik denk dat we al bijna 5 kilometer hebben gefietst. Maar kijk even waar we zijn. Het is echt heel mooi. En ik zei net tegen Joost dat ik het altijd zo lekker vind in Azië. Dat het dan zo'n enorm warme... Nee, dat praat niet, maar ik ben wel in beeld. Dat vingers even warm. Nee hoor. Nee, maar dat het altijd zo lekker warm is in Azië op de fiets. Dat je dan, als je stilstaat, dan is het zo heet. Maar die warme wind, heerlijk. Het zweet staat al goed... op het neusje. Zullen we weer verder gaan? Want het wordt warm terwijl we stilstaan. Oké. Steeds als we de bocht omgaan, dan wil ik dus mijn hand uitsteken, maar volgens mij kennen ze dat hier niet, want niemand doet dat. Dus dat voelt dan een beetje stom om te doen. Maar dat is zo'n automatisme dan, als het druk is, even handje. We zijn eventjes bij een stukje waar je dus met zo'n vlot kunt varen. En Joost is met zijn Google Translate weer even bezig met deze mevrouw om het uit te leggen dat we het eigenlijk pas morgen willen. Dat gaat met handen en voeten. En Google Translate. Snap ze het? We hebben even een kleine drinkpauze. Oh, zo warm. Maar wel echt heel lekker. Ik weet niet of jullie Joost zien, maar die staat ergens hier. Hij is dus halverwege de rivier gegaan. Want hij wilde even graag wat foto's maken van al die bamboevlotjes. Ruud? Wat is er aan de hand? Nou, ik zat net te vertellen dat jij helemaal halverwege de rivier stond om de bamboevlotjes op de foto te zetten. Ja, maar wel mooie foto's. Ja? Ja. Moet jullie even in beeld laten zien? Ja. 3, 2. Mooi, hè? Ja, dat dacht ik. Ja. Kan die misschien wel aan het werk? Voor een zomertje. Ja. Zo ga ik hier foto's maken en dan aan het einde van de tour, dan sta ik die mensen op te wachten met zo'n bord. Weet je, om foto's. Hallo, foto. DVD's. Hè? Altijd op DVD met zo'n camera. Hé, maar hoeveel kilometer hebben we hallo, nu hallo, nice picture. We hebben nu... 9,8 op de ding. Maar goed, we hebben aangezet toen de route begon. Dus ik denk wel dat we op 12 zitten in totaal. Toen de route begon? Nee, toen wij al begonnen waren. Ja, ik heb hem aangezet toen de route begon. De route zeg maar daar bij dat pad. Oh, zo. Ja.
Zullen we weer door? Yes. Tussenstand 20 kilometer. Lekker zeg. Bij een lokaal restaurantje voor wat drinken. Restaurantje, het is meer een rijdend restaurant. Hé. Echt mooi hier, hè? Je gaat zo hard. Ja, het gaat echt als een gek door dit verkeer. En we gingen net ook allemaal mensen op de scooter voorbij, hè? Ja, ze hebben hier heel veel elektrische scooters. Nee, maar wij wel. We zijn er. Goedemorgen. Mijn stem is nog een beetje weg. Ik denk dat het door de airco komt. Dit geluid wat je hoort is van de drone. Jullie zijn getuigen van de eerste vliegmomenten van onze drone. En Joost wil hem nog even in de kamer testen. En dan gaan we zo meteen op het dak proberen of we daar dus wat dronebeelden kunnen maken. Maar onze drone doet alleen met wifi, dus dat is een beetje lastig. Daarom hebben we nog niet eerder gedroomd. Dus we hopen dat het gaat lukken zo meteen. Jullie gaan het dan nu zien. De dronepiloot. Oké, drie keer de lucht in met de drone en hij is al oververhit. Nou, dat geeft wel aan dat het dus goed warm is vandaag. Gisteren hebben we lekker gefietst en we hebben daarna lekker gegeten. En hier op het dak hebben we nog een paar cocktails gedronken. We hadden de camera niet bij ons, dus helaas, daar zijn geen beelden van. Vandaag gaan we een scooter huren en gaan we naar Xingping scooteren. Daar heb je een heel mooi uitzicht en over de rijstvelden en ook over de rivier. Dus dat gaan we doen. Het allerlekkerste als het zo warm is. Proost. We zijn nu gescooterd naar een heel bijzonder punt. Namelijk. Oké, ik zet even mijn Floortje Dessing stem aan. De Chinezen beschouwen dit punt waar we nu zijn als een van de mooiste uitzichtpunten van heel China. Zelfs zo mooi dat ze dit uitzichtpunt hebben vastgelegd op een 20 yuan biljet. En geloof me, het is adembenemend mooi. Joost wordt nu gevraagd om een foto te maken en hij hoeft er zelf niet eens op. Dat is wel heel bijzonder hier in China, hoor. Maar het is in de rij staan om aan de beurt te komen. Wil je ook nog? Ja, is goed. Wat vroegen ze nou? Of je al mooie kinderen had? Wat is stop? Niet laat. Oh, mooi. Nou, wat vroegen ze nou? Waar ik vandaan kom. Waar ik naartoe ga. Nee, waar word je van? Zeg Holland. Holland. Zeg hier no? No. Zeg iets in Europe. That's far. Toen wezen ze naar jou. Is dat your wife? Yes. How many children do you have? Zes. Zes.
Zei ze, oh no, you're young. I see you're young. We also don't have children. Oh, gelukkig. En toen wilde ze een foto van ons maken. Dat snap ik ook. En dat was best een leuke foto. 1, 2. Even opgefrist en nu tijd voor een biertje met uitzicht uiteraard. Ja, echt wel een leuke dag, net als gisteren. Ja. We hebben echt al twee leuke dagen, niet als die voor... Niet leuk was, maar dit is wel echt een hele leuke omgeving. Groen, en gezellig. Ja. Gezellig, echt leuk. Kijk ook gezellig het hier is. Dus ik hoop op morgen weer zo'n dag. Ja. Met jij. Ja, ik ook. Ik denk dat we... Oh. Ja, dat we morgen gaan varen, hoop ik. Ja. Maar fingers crossed, want de weer-app voorspelt niet heel veel goed. Nee. Dus we gaan het zien. Hopelijk tot morgen op de boot. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, hij wil net niet blijven staan. Vasthouden. Zitten we dan weer. Een nieuwe dag. Zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Dus wat gaan we vandaag doen? Fietsen en varen op het bamboevlot. Juist. Maar gisteravond gingen we eten, hadden we alle cameraapparatuur niet mee. Maar het uitgaansleven en het avondleven hier is echt een avontuur. Ja. Het is heel grappig om te zien hoe die Chinezen dus uitgaan. Ze hebben hier echt een uitgaanscultuur van alleen maar zitten op hun telefoon. Hele dure clubs waar je echt sowieso een paar honderd euro omgerekend moet betalen om naar binnen te gaan en drankjes te doen. Maar als je iedereen dan ziet zitten, je kan dus gewoon zeg maar in de winkelstraat om 8 uur 's avonds zit iedereen daar al. Met zo'n ongeïnteresseerde back-end is de telefoon. Nou, ja, maar het is nu ook een soort showtje, zeg maar. Al die proppers en die hele clubs zitten vol met mensen als je langs loopt. Ja. En die zien er helemaal tiptop uit. Maar die horen gewoon bij die club, zeg maar, om nou ja, de gewone man naar binnen te lokken. Die valt voor een vrouw met een veren op de rug en dat soort dingen. Ja. Dus we hebben even wat beelden achter elkaar gezet van gisteravond. Geef je ook een leuk sfeertje over Yang Shuo in de avond. En dan gaan wij nu lekker eten en dan zie je ons straks op de boot. Yes. Voilà. Hey, hey. Oh, gaan jullie alweer fietsen? Ik geloof het niet. Jullie gaan nooit 2 dagen fietsen. Nou kijk, maar naar de fiets. Een hele andere fiets. Nu heeft ze echt een girl bike, zoals die man het noemde van de verhuur. En doordat we weer bij hetzelfde mannetje gingen, hebben we er een mooie korting weten uit te slepen. €2,40 minder. Ja! Nou, het vrouwtje bij de boten zijn van de week 300. Met z'n tweeën. Dus ik ben benieuwd of we daar ook nog een korting weten uit te slepen. Want nu weten we hoe duur het is. Ja, let op zo. Nou, het afding is niet echt gelukt. Maar we krijgen wel nu de fietsen mee. Of in ieder geval, zij gaat de fietsen voor ons brengen en wij gaan dan dus een stukje met de boot mee. Kijk, ze knoopt ze nu lekker aan elkaar vast, want we hadden maar 1 slot. Super. Maar dan had ze net zo goed dus dat slot omgekund, maar goed. Nee, maar nu kan ze van elkaar afhalen. Oh ja. Ja, zij past erop. Okay. Nou, er is hier helemaal niemand anders. Lekker rustig. De bootmannetjes zitten al op ons te wachten. There we go. Lekker zwemvest tot aan mijn oren.
Yes. Daar gaan we. En? Naar je zin? Ik zei toch net, of gisteren, of eergisteren, in de vlog over die foto's maken. Nou, kijk wat we hier hebben. Midden op het water is een ponton, waar ze dus foto's maken. Terwijl jij zo van dat ding af geluid. En dat doen ze met z'n vieren. Ja, dat is echt heel erg nodig ook. We zijn er weer. Dat was leuk, hè? Ja, zeker. Anderhalf uur, lekker rustig kabbelen. Echt heerlijk. Gaan we nu nog even een berg beklimmen. En dan hopen we natuurlijk dat onze fietsen hier zijn. Ja. Anders hebben we echt een probleem. Ik denk het wel. Dat denk ik ook. Fingers crossed. Vertrouwen. Tada! De ronde. Dus ga bergen. We moeten even schuilen voor de enorme hoosbui die in één keer voorbij komt zetten.